Wie vraagt dat? FCU fan. Oké. Goeie vraag. No comment. Quinten, deze week hebben we de supporters gevraagd om de meest prangende vragen die ze van jou hadden naar ons toe te sturen. Ben je klaar om een paar te beantwoorden? Ik ben er klaar voor. Nou, dan beginnen we even makkelijk. Keanu VW08 die vraagt, wat is je lievelingseten? Ja, ik ben eigenlijk niet zo heel moeilijk. Ik vind eigenlijk alles wel lekker wat mijn moeder kookt. Maar ik hou van pasta. Als ik buiten eet, eet ik graag sushi. Maar dat doe ik niet al te vaak. Vraag 2 is van Jordi030. Waarom heb je voor FC Utrecht gekozen, niet voor een andere club? Ja, Utrecht is een mooie club. Het is ook mijn stad. En ik heb er nog steeds geen spijt van. Dus voorlopig blijf ik even bij Utrecht. Daarop voorbedurend, Dustin Bronius die vraagt. Wat is voor jou het ultieme FC Utrecht gevoel? Ik heb die vraag gezien, ja. Ik had erover nagedacht. Moeilijk uit te leggen. Ik moet zeggen, vroeger toen ik altijd naar het stadion ging. Kijken naar Mulenga. Ja, daarbij kreeg ik wel echt een gevoel van, dit is mijn club. Dus FC Utrecht. Ja, dat deed ik het liefst elk weekend. Top. Dan heb je de volgende vraag misschien ook gezien. In oktober 2021 had je natuurlijk die tweet geplaatst dat je op zoek was naar die dame. Je had spijt dat je haar niet had aangesproken. FCU fan, die vraagt, heb je haar nog gevonden? Wie vraagt dat? FCU fan. Oké. Goeie vraag. No comment. Heel goed. Vraag 5. Dexter Kools, die vraagt, wie was vroeger jouw idool? Vroeger, ja, ik keek heel graag naar Barcelona. Eigenlijk heel team wel. Natuurlijk Messi. Ik keek ook heel graag naar Iniesta, Xavi. Ik keek echt elk weekend. En nu nog steeds? Beetje groot Barca-fan? Nee, nu minder. Ik kom niet per se door dat het wat minder gaat met Barca. Maar ik ben nu zelf ook profvoetballer. Ja. Ik ben vooral met Utrecht bezig. Ik kijk naar mijn broertje heel veel. En mijn broer Dylan ook. En daaromheen kijk ik gewoon naar leuke teams, maar niet per se Barca meer. Carlijntje07 die vraagt, hoe is het om te spelen voor je geboortestad? Ja, moeilijk te beschrijven. Natuurlijk omdat ik er middenin zit, sta je er niet vaak bij stil. Maar het is natuurlijk wel mooi. Je speelt een wedstrijd bijvoorbeeld, je komt thuis. De buren zijn blij als je wint of goed hebt gespeeld. En dat maak je niet overal mee. Ja, wel leuk. Mooi man. Je zei net al iets een beetje over je broer. Cheveo11 die vraagt, hoe is het om rivalen te zijn met je broer? Ja, zo voelt het niet echt. We hebben nu 2 keer tegen elkaar gespeeld. 2 keer van genoten. En als we niet tegen elkaar spelen, hopen we dat we allebei winnen. En dan voelt het niet echt als rivalen. Dus zolang het... Zo blijf genieten we ervan. Jullie gaan goed met elkaar om samen? Ja, zeker. Zo zijn we goed opgevoed. Want jullie wonen samen, maar Flip Utrecht die vraagt zich toch af, heb je ooit ruzie met je broertje? Ruzie? Eigenlijk nooit. Ik denk, vroeger hadden we wel eens ruzie, toen we best wel klein waren. Ook stoeien dan soms en zo. Maar ruzie, nee joh. Nee. Maar met geen van mijn broers moet ik zeggen hoor, dus dat zit wel goed. Nou ja, vraag 9 is dan zeker van een bekende, want Shamir die vraagt, wie is de beste riskspeler in de familie? Ah, ja, ik kon al zoiets verwachten van Shamir. Volgens mij weet hij het antwoord al, hij vraagt het, maar... Ik vind mezelf de beste, maar hij vindt zichzelf ook de beste. Net als mijn andere broers. Ja, als je naar de stand kijkt, kan je wel zeggen dat ik het vaakst gewonnen heb. Ik ben uiteraard de beste. Want er wordt vaak thuis risk gespeeld? Er wordt vaak gespeeld. Ja, nu wat minder moet ik zeggen. Vroeger heel veel. En dan kan het soms wel tot ruzies en discussies uitlopen. Maar het hoort erbij en daarna is het weer goed. Maar Quinten is de risk koning van de familie. Dat kan je wel zeggen, ja. Top. Laatste vraag, die is van Ivan. Wat is de mooiste wedstrijd die je hebt gespeeld voor FC Utrecht? Mooiste wedstrijd? De thuiswedstrijd tegen Ajax, omdat ik zelf ook in de basis begon. Ja. Tegen mijn broertje. Uit was ook heel mooi, maar toen was ik ingevallen. En dat was ook in een vol stadion. Dus ik denk die twee staan wel bovenaan op mijn lijstje. Ja. Ik moet zeggen dat Feyenoord thuis en PSV vorige week ook echt top was. En dat wil je wel vaker meemaken, vooral in de Galgenwaard. Dit waren ze, de kijkersvragen. Oh, best wel makkelijk moet ik zeggen. Joh. Dat is niet heel moeilijk. Alleen die vraag over die tweet had ik geen antwoord op. Maar de rest was allemaal best wel easy, dus bedankt. No comment was het, hè? No comment, inderdaad, ja. Hey, en wie moet er de volgende keer voor de camera verschijnen? Misschien vind ik Django wel leuk. Ik zie hem nu toevallig staan. Hij gaat het wel leuk vinden, denk ik. Dus doe maar Django volgende keer. Is goed. Bedankt, Quinten. Leuk, bedankt.